Het Tweede Kamerlid Harry van Bommel en de politicus, tevens voorzitter van Satya Dharma, Ramon Ramsoudit, maken zich sterk voor het opzetten van een open universiteit in Suriname. Ze worden daarbij bijgestaan door Bert Schreuders, president van de Technological University of the Americas. Onze nieuwsdienst heeft hierover een gesprek gehad met deze heren. Van Bommel, die zich als lid van de Sociaal-Democratische Partij, SP, altijd sterk heeft gemaakt voor de Surinaamse zaak en dus ook de Open Universiteit, heeft op 22 maart zijn laatste dag in de Tweede Kamer. Hij is het langzittende Kamerlid dat na 14 jaar afscheid neemt van de Kamer. We vroegen hem of hiermee Surinaamse kwesties niet meer aan de orde zullen komen in de Tweede Kamer. Integendeel. Ik heb ook tegen mijn goede vriend Ramon Ramsoudit gezegd, maak je nou geen zorgen. Dat ik stop in de Tweede Kamer betekent niet dat ik minder aandacht voor Suriname zou hebben, alleen maar meer. En ik heb mijn handen straks ook vrij. Ik kan dan ook toch meer boven de partijen, ook in Nederland, opereren. En een kwestie als visumliberalisatie of andere belangrijke kwesties kunnen we dan toch makkelijker oppakken. Ik hoef dan niet meer per se bij het beleid van mijn eigen partij te blijven. We kunnen dan de hele politiek in Nederland bereiken. En ja, als oud-Kamerlid heb ik natuurlijk goede ingangen in de Nederlandse politiek, maar ook in het maatschappelijk middenveld, in het bedrijfsleven. Dus ik denk dat we goede zaken kunnen gaan doen voor Suriname. En als we praten over zaken doen voor Suriname, dan komen we bij meneer Ramsoudit. U heeft laatstelijk nog met de president gesproken over uw initiatief om hier in Suriname te beginnen met de Open Universiteit. In welke fase zit dat voorstel of het initiatief? Laat me zo zeggen, ik hoor sinds 2002 dat men bezig is om een open universiteit hier te vestigen. Het is inderdaad juist dat ik de president heb gesproken, een paar keren. En ik zeg, pres voor mijn 45e verjaardag moet de open universiteit een feit zijn. En dat is op 16 mei 2017 word ik 45 jaar. Maar ik mag verklappen dat ik voordat ik het vliegtuig instap op 14 maart 2017 om op 15 maart te gaan stemmen, dat dat een feit zal zijn. Meneer Schreuder, de Open Universiteit komt er? Ja, die komt er zeker. Ik ben een beetje vooruit gaan lopen. Wat wij doen in de Kommerwijnenstraat, de Technological University of the Americas, heeft ook een beetje dat karakter van die Open Universiteit. We zijn een universiteit waarbij je zeg maar op de computer de lessen kunt volgen en de boeken worden ook, laten we zeggen, op de computer meegegeven. Dus dat is denk ik ook het grootste probleem hier in Suriname. Hoe krijgen wij onze studenten in die houding dat ze ook open universiteit achter kunnen gaan studeren? He, onze Surinaamse studenten willen heel graag een juf of een meester voor de klas. En het is echt wennen als je het nu allemaal op je eigen kracht moet doen. In de Kommerwijnenstraat heb ik van beide werelden bij elkaar gebracht. Er staat een juf en een meester voor de klas, maar je moet het ook op eigen kracht doen. Dus wij trainen de mensen om het daar goed te doen. Open Universiteit past naadloos in ons concept. Dat betekent dat we een aantal verschillende acties hebben uitgezet. Modules van de Open Universiteit ga ik opnemen in ons programma. Ga ik ook erkennen, hè? Dus de diploma's waar de studenten examen ook voldoende halen, neem ik op in het curriculum. Dat betekent dus dat daarmee ook de punten worden gescoord. En ik ben ook van plan een aantal nieuwe opleidingen op te zetten. Die hoef ik dan zelf niet meer te ontwikkelen, maar die kan ik zo opnemen van via de Open Universiteit. Tot zover Bert Schreuder van de Technological University of the Americas en daarvoor Ramon Ramsoudit en Harry van Bommel. We hebben deze heren te gast in het ATV-programma In Gesprek Met, dat volgende week woensdag rond 12:30 wordt uitgezonden. Ramsoudit benadrukt nog dat door tussenkomst van Harry van Bommel Surinaamse studenten een korting zullen krijgen. De Open Universiteit is toegankelijk voor alle Surinamers die 18 jaar en ouder zijn. Internet beschikken en doorzettingsvermogen hebben. Dankzij de heer Harry van Bommel is het mogelijk geworden door Surinaamse studenten met een Surinaamse nationaliteit 80% korting te krijgen als je minder dan 20.000 euro per jaar verdient. We hebben hard gewerkt in de Tweede Kamer en ik ben de heer van Bommel zeer erkentelijk dankbaar om dit opgelost te krijgen. We hadden een afspraak, zeg Harry, als je dat hebt opgelost, dan mag je voor mij de Tweede Kamer verlaten.
Dat was Ramon Ramsoudit, met wie we onder meer hebben gesproken over het opzetten van een open universiteit in Suriname. Dit moet op 14 maart aanstaande een feit zijn.